Welkom allemaal bij de Allereerste Bouw 7 webinar. Deze webinar gaat over de nieuwe medewerkerplanning. Deze webinar hebben wij in het leven geroepen omdat wij per 1 november de oude medewerkerplanning, dus de classic versie, definitief gaan verwijderen. Wat dus betekent dat je eigenlijk wegwijs moet gaan maken in de nieuwe medewerkerplanning. Nou, nu heb je natuurlijk nog tot 1 november de tijd om daarmee te gaan testen. En ik ga je vandaag alle ins en outs een beetje laten zien over de nieuwe medewerkerplanning. Ik ga in eerste instantie even mijn scherm even met jullie delen. Ik zal hem er even bij pakken. Even zien. Dan moet ik die even hebben. Ga ik die even met jullie delen. Nou, in eerste instantie is het een nieuwe medewerkerplanning. Zien jullie dit allemaal? Is het duidelijk? Kan iedereen mijn scherm zien? Ja, ja, ja. Nou, heel fijn. Nou, de nieuwe medewerkerplanning natuurlijk. Vandaag gaan we de volgende punten even behandelen. We gaan vanuit de nieuwe medewerkerplanning gaan we een planitem aanmaken. We gaan er eentje kopiëren. Planitem bewerken. We gaan een planitem splitsen. Vanuit de planning gaan we een project aanmaken. We gaan ook een vrije dag instellen in de nieuwe medewerkerplanning. En ik ga jullie allerlei verschillende functies laten zien over de filters en de andere functionaliteiten van de planning. Maar dan ga ik nu even mijn... Oh. Wat ook nog wel heel belangrijk is, jullie krijgen na het webinar, dat zal waarschijnlijk morgen worden, krijgen jullie een kopie van deze webinar in de mail. Dus dan kan je hem ten alle tijde kan je hem terugzien. Vragen kan je gewoon stellen in de chat. Ik kan je niet beloven dat ik ze vandaag allemaal ga beantwoorden, maar kom ik er vandaag niet aan toe, dan zal ik daarop terugkomen in de chat. En het belangrijkste is kijk en leer. Dan ga ik nu even weer mijn andere scherm met jullie delen. Mijn Bouw 7 scherm, de medewerkerplanning. Delen. En volgens mij zien jullie deze nu ook allemaal duidelijk. Ja, dit is allemaal wel bekend voor jullie volgens mij. De medewerkerplanning. Nou, we beginnen eigenlijk een beetje bovenaan. Iedereen heeft het waarschijnlijk wel al een keer een kijkje genomen. We beginnen hier in eerste instantie met de filters. Ik zal alle filters kan je hier even aanzetten. Ik zal ze even aanzetten om je te laten zien wat ze precies doen en wat het eigenlijk betekent. Filters allemaal aanzetten. Filters kun je vervolgens ook weer opslaan, maar daar kom ik straks nog wel even op. Nou, wil ik dus selecteer project? Nou, dat betekent dus in principe dat ik hier een project kan selecteren. En het project wat ik hier heb geselecteerd, laat dus vervolgens alle planitems zien die op dit project zijn ingepland. Nou, ik kan eentje doen, ik kan ook meerdere kan ik pakken. Kun je zelf allemaal instellen. En dan zie je dus hier onderin zie je dus alle projecten die ik bovenin heb ingesteld. Zie je dus weer in de planning weer terug. Nou, dat spreekt eigenlijk allemaal wel een beetje voor zich. Deze kan ik weer helemaal wegklikken. Ik kan ook meerdere dingen tegelijk inplannen, om maar even zo te zeggen. Nou, dan pak ik hier nog even een medewerker. Nou, pak ik mezelf even. Dan zie ik dus mezelf hier in de zijkant, Amir Bamai, met dus inderdaad het project Dakkapel vervangen. Nou, dat is volgens mij wel een beetje duidelijk, wat dat eigenlijk doet. Kan ik hier aan de rechterkant kan ik filteren op projectstatus. Dus dat wil betekenen, ik wil alleen projecten zien die onder handen zijn. Bij wijze van, of in te plannen, kan ook. Nou, dan zie je dus hier alle onder handen en in te plannen planitems van dit project. Spreekt denk ik ook eigenlijk allemaal wel voor zich. Heb ik een contact ingesteld bij het project. Dus mijn opdrachtgever. Ik pak hier even Bouw 7, want ik heb hier een Bouw 7. Dan zie je die dus weer hier vervolgens onderin. Alle projecten die dus met het projectcontact, de opdrachtgever, zijn ingevuld, komen dus onderin te staan. Ik kan alleen filteren op medewerkers. Dus ik wil een aantal medewerkers wil ik zien. Die kan ik dus vervolgens ook weer opslaan. Hier kan ik desnoods een bladwijze pagina van maken, waar jullie waarschijnlijk wel al bekend mee zijn. Maar ik laat jullie straks even een simpele manier zien. Nou, dan zie je dus alle medewerkers die ik hier heb geselecteerd. Die zie je dus aan de zijkant zie je weer terug, met alle planitems die daarbij horen. Dat is volgens mij tot nu toe nog wel even een beetje duidelijk. Contact. Ik kan natuurlijk ook gewoon een contact selecteren. Die komt dus vervolgens hier onderaan te staan. Dus op het moment dat ik een, laten we even zeggen, een onderaannemer heb. Even een schilder, ik zeg maar even iets. Die komt bij jullie op het project te staan. Dan kan je die vanuit hier ook inplannen. Zodat jouw personeel, ook jullie medewerkers, ook weten dat de schilder of de onderaannemer bij jullie op locatie komt. Kan je allemaal inplannen, is natuurlijk ook in de mobiele app gewoon te zien. Kan je hier ook aangeven.
Wil ik alle projecten die met categorieën meegegeven heb, wil ik die zien? Nou, dat kan je natuurlijk ook gewoon hier weer instellen. Bij elk project heb je waarschijnlijk een categorie ingevuld. Nou, en aan deze hand kan je dat dus zo tonen. Spreekt eigenlijk wel voor zich. Afdelingen. Nou, je hebt natuurlijk je eigen afdelingen voor je personeel. Nou, bouwpersoneel en monteurs, die wil ik graag even zien. Dan zie ik dus aan de linkerkant alle medewerkers die dus in die afdeling zijn ingepland, zie ik dus aan de zijkant staan. Filialen. Ook meer dan duidelijk denk ik, alle projecten die zijn ingepland op bepaalde filialen, kan je hier ook weer sorteren, kan je weer zien. Wil ik dus een project hebben bij wijze van de dakkapel vervangen, maar ik wil daar ook graag even een aantal medewerkers bij hebben. Pak ik er even een aantal bij. Dat is niet een goed voorbeeld, maar dat maakt niet uit. Nou, hier zie je dus volgens alle medewerkers. Hier zie je het project. En deze filter wil ik nu graag even opslaan. Wat doe ik dan? Klik ik hier op het plusje. Geef ik hier een naam. Ik zeg dit nu even een test. Sla ik op. Nou, dan gaan we dit vervolgens weer weghalen. Heb ik hier een mooi mapje. Nou, en als ik hier dan op klik, dan krijg ik dus mijn filters weer terug. Klik ik één keer, zie je alle filters weer terug zoals dat we ze net hebben opgeslagen. Nou, dat kun je zo vaak doen als dat je zelf wil. Ik kan hier bij wijze van alle medewerkers weghalen. En ik selecteer alleen afdeling bouwpersoneel. Dan zeg ik hier plusje bouwpersoneel. Opslaan. En ik heb hier mijn filter bouwpersoneel. Dan kan ik hier aan de moersleutel kan ik mijn filters beheren. Dat betekent dus, ik kan ze verwijderen. Dus denk je, ik ben klaar met deze filter, of ik ga hem veranderen, dan kan dat, moet je hem eerst verwijderen. En dan vervolgens kan je dus weer een nieuwe filter aanmaken. Nou, ik laat deze in eerste instantie even staan. Volgens mij is het tot nu toe nog wel een beetje duidelijk. Ik zet deze filters even uit, allemaal omdat het ruimte in beslag neemt. Nou, dan gaan we even door naar een computertaal, The View noemen ze dat. Nou, ik heb hem hier op de komende 4 weken staan. Dit kan je zelf aanpassen, dit kan een kwartaal zijn. Dan zie je dus in een kwartaal, zie je dus vooruit. Ik kan een maand doen. Nou, 4 weken heb ik dan. Nou, zo op deze manier kan je eigenlijk een beetje doorgaan. Ik pak hem even over de komende 4 weken. En nu wil ik eigenlijk even zien wat er dus vandaag eigenlijk gaat gebeuren in week 42. Dan ga ik niet eerst hier naartoe naar week en dan selecteer ik week 42. Nee, ik pak hem direct vanuit hier, ga ik naar week 42. Daar klik ik op. En dan wil ik eens even zien, ik wil wel even kijken wat er hier op donderdag gaat gebeuren. En dan klik ik gewoon hier op donderdag om dus vervolgens donderdag te zien. Dan ga je dus van 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Nou, zie je dus alle medewerkers aan de zijkant plus de plan items die daarbij behoren. Gaan we naar weekdetail. Nou, zie je dus in principe hier al dat ik een medewerker of een contact eerst moet selecteren. Dus ik pak hier even filter op medewerker. Dan selecteer ik hier mezelf even. Nou, Duco, Erik er even bij. Nou, dan zie je dus dat er al een aantal kleurtjes bij zijn gekomen. Dit zijn natuurlijk de plan items die dus bij de medewerker staan. Dagdetail is eigenlijk precies hetzelfde, maar zie je hem per dag. Dus dan heb je hier bovenaan heb je de medewerker staan. En aan de zijkant de hele dag eigenlijk, het weeknummer staat hier links. Van 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Eigenlijk precies hetzelfde als wat we net hebben gezien. Week, ja, het is maar net hoe je dat zelf wil gaan doen. Ik vind het zelf altijd heel prettig om de komende 4 weken te zien, want dan kan je nog een stukje vooruit kijken. Nou, we pakken hier even het tandwieltje. Een tandwieltje zegt eigenlijk wel heel veel. Deze 3 kun je openklappen. We hebben hier algemeen. Ik heb hier een toon in te plannen behoefte. Die komt linksbovenaan te staan. In te plannen behoefte, daar kom ik straks nog wel even op. In de nieuwe medewerkerplanning is het ook mogelijk om je contracten, dus je contract onderaannemers, te tonen. Die komen helemaal onderaan te staan. Met het contact wat je dus hebt ingesteld bij het contract. Dus in dit geval is dat dus Harm de Kerk. Automatisch verversen zegt eigenlijk op het moment dat je met meerdere mensen aan het werk bent. En meerdere mensen die maken de planning. Wordt hij dus, die moet constant up-to-date blijven natuurlijk. Dus het automatisch verversen altijd aan laten staan. Want dan, hij ververst elke 5 minuten, ververst hij de planning. Op afdeling sorteren, je ziet nu hier aan de zijkant, zie je hem nu op alfabetische volgorde. Op het moment dat ik deze
op afdeling sorteren klik, dan pakt hij dus in eerste instantie de eerste afdeling. In dit geval is het dan bouwpersoneel. Hij laat niet de afdelingen zien, maar hij sorteert alleen op afdeling. Nou, we hebben nog een mooie functie toegevoegd, weekenddagen weergeven. Zoals je kan zien, zie je zaterdag en zondag is hier erbij. Nou, die zet ik nu even uit. Dan zie je dus maandag tot en met vrijdag en dan weer maandag tot en met vrijdag. Die keuze is voor jezelf, dan moet je zelf weten wat je daarmee wil doen. Iedereen heeft zijn eigen dingetje natuurlijk. De ene werkt op zaterdag, de andere werkt daar niet op. De keuze is helemaal vrij aan jezelf. Ik zet het allemaal even weer uit. Dan hebben we de balkinformatie. Balkinformatie, dat is eigenlijk de tekst wat je eigenlijk hierin ziet, de informatie. Dus dat is 00019 van Scheldestraat. Nou, ik wil eigenlijk de hele tekst weergeven. Nou, er zal niet, in mijn geval verandert er niet heel erg veel. Maar op het moment dat je dus een volledige tekst hebt in de projectnaam, dan zie je dus dat hier tevoorschijn komen. Projectnummer kan ik er ook bij zetten. Nou, projectnaam had ik sowieso al aanstaan, dus die zet ik er sowieso even bij. En ik kan de naam van het planitem kan ik tonen. Nou, hier zie je dus inderdaad al dat er al wat meer bij is gekomen. Zet ik hier de volledige tekst weer uit, wordt die weer een stukje kleiner, zoals dat je hier kan zien. Ik laat het voor nu even aanstaan. Dan gaan we door naar de tooltip info. De tooltip is eigenlijk het zwarte ballonnetje wat je erboven ziet. Die kan je vullen zoals jij dat graag wil. Ik heb nu toon projectnummer en naam. Nou, maar ik wil ook de planitemnaam wil ik ook zien. Ik wil een projectadres wil ik zien. En je zult zien dat het ballonnetje steeds groter wordt. Omdat er natuurlijk steeds meer informatie bij komt te staan. Nou, dit hebben we gedaan zodat je niet constant elke keer een planitem moet open klikken. Dus je kan in principe informatie vinden over dit planitem. Dan hoef je niet constant de planitem weer te openen. Ik laat hem voor nu even zo staan. Nou, hier hebben we dus een verversknop. Dus wil je hem verversen, kan dat ook, geen probleem. Pijltjes links en rechts is naar voren en naar achteren. Wil je even weer terug naar vandaag, klik je gewoon op vandaag. Kom je weer bij maandag de 14e. Is het tot nu toe allemaal nog duidelijk? Ik denk het haast wel. Het is niet heel veel bijzonders. Even zien. Dan gaan we nu een planitem aanmaken. Ik pak hem even hier bij Duco. Gewoon klikken. In principe hetzelfde als de vorige planning, dus de classic. Klikken en klaar. Wil ik wat langer, dan klik ik, hou ik hem vast en sleep ik hem. Dus in principe ook hetzelfde weer als met de vorige planning. Hierbovenin heb je een functie nieuw planitem. Maar ik kan hier ook op klikken en dan kan ik een nieuw project aanmaken, wat we straks ook even gaan doen, en een nieuwe vrije dag. Dus in principe kan je vanuit hier kan je alles al doen. Nou, we zouden in eerste instantie even een nieuw planitem aanmaken. Filteren op projectstatus. Hier zie je al project staan en hier is dus het planitem. Dus we gaan in eerste instantie gaan we het project even selecteren. Ik wil graag filteren op onderhanden. En dan wil ik graag het project VRO nummer 12 wil ik zien. Dan krijg ik projectstatus na het inplannen. Dus op het moment dat ik dit planitem heb aangemaakt, welke status moet dan het project krijgen? Nou, omdat we in eerste instantie al hebben aangegeven dat we het onderhanden project willen zien, wil ik dan nu veranderen naar inplannen. Want hij stond natuurlijk al op onderhanden. Nou, naam van het planitem laat ik in eerste instantie even zo. Planitem kleur kan je zelf toevoegen. Je hebt een aantal standaard kleuren heb je in je systeem al staan. Mocht er meer kleuren bij komen, kan dat altijd. Vraag het even in de chat. Vraag het niet aan mij, ik ben een klein beetje kleurenblind. Dus voor mij is nu rood gewoon heel duidelijk. Dus vraag het vooral niet aan mij, dat kan je het beste aan Sybren vragen. Om voor jou een extra kleur of meerdere kleuren toe te voegen, dat is geen probleem. Nou, hier heb je een begin- en einddatum. Kalendertje spreekt eigenlijk allemaal wel voor zich. De tijd kunnen we beginnen om 8:00 ochtends, klik 8:00. En we zijn 6 november zijn we klaar om 17:30, 's middags. 17:30. Nou, hier kan ik eventueel nog een opmerking bij zetten. Die te zien is natuurlijk in een planitem voor je medewerkers. Geef de naam. Ik zet hier gewoon voor nu even voorbeeld bij. Ik kan zo 1, 2, 3 even niks verzinnen. Behoeften. Nou, hebben we net ook al gezien de in te plannen behoeften. Op het moment dat jij een planning gaat maken voor de komende 6 weken of voor over 6 weken, dat je al weet dat je dan aan de slag gaat. Je weet dat je een aantal medewerkers nodig hebt, alleen je weet nog niet precies wie je nodig hebt daarvoor. Nou, dat kan ik dus hier aangeven. Ik ga hier nu 5 van maken en per behoefte, per medewerker, zijn ze 6 uurtjes aan het werk. Ik ga hier nu even geen medewerker selecteren, die haal ik nu even weg.
Ik ga ook geen contact selecteren, wat we dus net ook al zeiden. Het contact, wat dus een onderaannemer is, die dus bij jou op de zaak komt, op de bouw komt, die kan je dus hier vervolgens weer invullen. Werk je met bewakingscodes, staan die ook in het project, dan komen die dus hier weer tevoorschijn en kan je dus ook taken aan medewerkers toevoegen. Nou, het verwerkknopje spreekt eigenlijk wel een beetje voor zich. Het is precies hetzelfde als met de vorige medewerkerplanning. Visueel gezien. Heb je hem al gedaan? Is het al verwerkt of niet? Ik laat hem voor nu even openstaan. We gaan hem even opslaan. En dan zie je dus dat ik de in te plannen behoefte moet aanzetten. En hier dus 5 verschillende planitems zie. Nou, omdat ik dus nog niet weet wie ik daarvoor wil inplannen, kan ik ze vanuit hier, op het moment dat ik het dus weet, kan ik ze dus vanuit hier gaan slepen. Ik pak hem gewoon even beet. Pak hem vanaf daar. Nou, dan zeg ik hier bij Hielke, die gaat ook nog even daar naartoe. En Duco gaat daar naartoe. Ik wil dat Jelma daar naartoe gaat. En ik wil dat Klaas daar naartoe gaat. Nou, op deze manier kun je dus je in te plannen behoefte kan je dus bijhouden. Ja, en je kunt het direct inplannen. Op die manier. Even zien. Planitem aangemaakt. We hebben de in te plannen behoefte hebben we gedaan. Nou, het bewerken van een planitem werkt eigenlijk hetzelfde op het moment dat je hem aanmaakt. Nou, je ziet hier een planitem, gewoon klikken. Dan zie je hier een planitem. Verwijderen spreekt eigenlijk voor zich. Het bewerken, kopiëren van een planitem en het splitsen. Nou, ik zal jullie eerst even de bewerkknop even laten zien. Het zegt eigenlijk meer dan genoeg. Je ziet nu dus hier dat alle medewerkers ook weer zijn ingevuld. Omdat we die dus net versleept hebben van in te plannen naar een naam toe. Naar een medewerker toe. En eigenlijk is alles hetzelfde gebleven. Dan pakken we hier het planitem kopiëren. Dus mocht het nou zo zijn dat jij een medewerker hebt of een stagiaire of wat dan ook. Die naar school moet bewijzen van elke maandag. Of elke maandag vanuit huis gaat werken, ik noem maar even iets, dan kan die gekopieerd worden. En zo zie je maar weer, ze komen bij alle planitems komen ze erbij. Dus ik zal hem vanuit hier even verwijderen. Ja, dan pak ik hier even Sander. Zeggen we naam planitem school. Ik noem maar even iets, planitem kleur, pakken we groen. Opslaan. Nou, zie je hier dus al school staan en dan wil ik dat Sander elke maandag naar school gaat. Dan kopieer ik een planitem. En dan zie je dus dat ik hieronder, komt hij dus te staan. Vanuit hier kan ik hem gewoon slepen naar volgende week maandag. En dat kan ik zo vaak herhalen als dat ik zelf wil. Hij komt er elke keer, komt hij eronder te staan. En ik kan hem dus constant blijven verslepen om naar de volgende week te gaan. Wil je hem verlengen? Geen probleem. Zie je het pijltje? Schuiven. Nou, dan zie je dus dat hij dus verschoven wordt en je kan hem ook weer terugzetten. Dat is geen probleem. En ze zijn allemaal onafhankelijk van elkaar. Ik zal heel even... Zijn we er allemaal nog? Is dit voor iedereen nog duidelijk? Ik denk het haast wel. Ik zie dat er eentje geen verbinding heeft. Nog eens willen klikken. Ik denk dat het allemaal wel goed is. Stan is er nog. Nou, mooi. Top. Goed, dan gaan we even door. Planitem kopiëren hebben we nu gehad. Nou, gaan we planitem even splitsen. Ik pak even een andere. Want ik wil graag hier het weekend ertussenuit hebben. Ik zal de tooltip even uitzetten. Hier wil ik het weekend er even tussenweg hebben. Nou, daar klik ik dus op. Ga ik een planitem splitsen. En je ziet dus een begindatum en een einddatum. Nou, planitem nummer A begint dus op 23.10. Planitem B eindigt op 31.10. Dus dat betekent dus, hij begint op 23ste en hij eindigt op 31ste. Nou, die gaan we dus splitsen. Dan pak ik hem dus hier op de 23ste. Want... op de 25ste, excuus. Nou, hier zie je dus het planitem A begint dus nu op 23 en eindigt dus op 24. Wat betekent dat planitem B op de 25ste begint, dus na de 24ste. Planitem opsplitsen en dan zie je dat er een klein steekje eigenlijk is gekomen. Nou, vanuit hier pak ik hem dus en kan ik hem dus het weekend ertussen weghalen. Nou, dan verschuiven we die nog even een klein stukje
naar vrijdag toe. En dan zie je dus dat het weekend er nu tussenuit is. Plan item splitsen kan je niet weer terugzetten. Dus op het moment dat je hem gesplitst hebt en je hebt een fout gemaakt. Ja, sorry, maar dan moet je het plan item eerst weer verwijderen. En weer opnieuw aanmaken om hem dus de volgende keer goed te zetten. Nou, we kunnen vanuit hier, vanuit de plan item, kunnen we natuurlijk ook nog gewoon een kleur kiezen. Alle knoppen. Ik pak even een ander project. Ik pak even de Emma-laan. Nou, hier zie je dus al het project. Plan item staat hier bovenin. Dan hebben we hier een streepje en dan komt het project. Vanuit hier, deze knop, kan je dus het project bekijken. Opent hem in een nieuw tabblad. Dus dan moet je even een nieuw tabblad openen. Ik ga dat nu even niet doen, want dan moet ik mijn scherm weer helemaal delen. En, nou ja, goed. Contact kun je ook vanuit hier weer openen. Dus dan hoef je niet elke keer weer het contact of het project in een ander tabblad te openen. Maar dat doet Bouw 7 dan voor je. Nou, vanuit hier kan ik dus ook projectstatus nog weer aan gaan passen. Dus wil ik dat het project klaar is en ik ga hem opleveren. Heel makkelijk. En dan zie je ook dat hij grijs geworden is. Omdat het project natuurlijk is opgeleverd en eigenlijk afgelopen is, om het even zo te zeggen. Zo, dan gaan we door naar het splitsen. Hebben we gedaan. Project aanmaken gingen we nu doen. Maandag tot met vrijdag. Bovenin, nieuw project. Projectnaam. Voorgevel vernieuwen. Vernieuwen. Nou, welke categorie? Het is renovatie. Contact is bouw 7 in dit geval. Straat, koophandel nummer. Koophandel 4C. 91040 Zwolle. Plaats Dokkum. Nou, in principe vul je dus hier eigenlijk al je informatie in, die je normaal gesproken ook zou invullen in het project. Hier kan ik nog een opmerking plaatsen voor mijn medewerkers. Planning kan ik hier eventueel nog bijzetten. Het filiaal ga ik hier selecteren. Amersfoort. De status in dit geval gaan we nu inplannen doen. Meer werk kan je hier nog invullen. En dan komen we bij plan item. Dus je gaat in principe vanuit het project. Je gaat dus een nieuw project aanmaken. Maar je maakt ook gelijk een plan item aan. Taak 1. Oh. Taak nummer 1, plan item kleur wordt blauw. Dit is blauw. Tijd, hij staat standaard op 000, dus eigenlijk om 24 uur. Maar we gaan hem nu even zetten naar 9 uur. Tot, nou pakken we hem 4 uur, zijn we klaar. Nou, in principe is hier het allemaal weer hetzelfde. Je behoefte, het aantal uren die bij die behoefte horen, je medewerkers, contact kan ik nog heel even selecteren. Aware Food, kan je dat ook nog even zien. Nou, omdat ik dus hier geen bewakingscodes heb ingevuld, krijg ik dus ook hier die taken niet te zien. Nou, dat is dan wel vrij duidelijk. Opslaan. En dan pakken we hier Pieter Klaas. Zie je, voorgevel vernieuwen, taak nummer 1. Aware Food Groep is ook weer aan de linkerkant erbij gekomen, omdat ik dus ook het contact heb geselecteerd. Aware Food Group zie ik dus ook gelijk dat hij erbij komt te staan. Nou, dat zie je dus hier gelijk. Ik zal hem even weer weghalen. Want ik kan hier ook weergeefcontracten. Dat doen we ook even uit. Nou, daar staat hij dus. Dan heb je dus inderdaad vanuit hier een project aangemaakt. Ik zal even kijken of ik hem vanuit hier bekijk project. Dan zien jullie volgens mij nog steeds. Nee. Pak even mijn andere scherm er even bij. Laat ik het toch nog even zien. Momentje. Dat is die. Delen. En dan zie je dus hier inderdaad het project wat we net eens hebben aangemaakt. De voorgevel vernieuwen. Bouw 7 is contact. Dit is mijn nummer. En alles staat hier in principe in wat ik zelf heb ingevuld bij het aanmaken van het project en het plan item. Zo, dan hebben we dat gehad. En dan gaan we nu even die nog even weer delen. Medewerkerplanning. Zo.
Dan, momentje. Planning, zo. Sorry hoor, excuus. Dat is die. Ja. De vrije dagen. We gingen een vrije dag aanmaken, want Sybren, die is elke dinsdag is hij vrij. Plan uit maanmaken, een nieuwe vrije dag. Sybren Hoekema, opmerking, vrije dag. Kan ook zijn dat hij een keer naar de dokter toe moet. Daarin kan je ook de uren de tijd aangeven. Zal ik wel even als voorbeeld geven. Sybren moet dinsdag naar de dokter toe. En die moet om 1 uur, 1:30, moet hij naar de dokter toe. En dat duurt tot 2:45. Opslaan. Zie je dus hier dokter. Nu zie ik hem hier op de dinsdag, zie ik hem hier staan. Nou wil ik graag even de hele dinsdag zien. En dan hebben we net ook al gezien dat we dus van 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds te zien krijgen. Nou, en hier zie je dus inderdaad al dat 1:30 tot 2:45 Sybren bij de dokter is. Vanuit hier kan ik hem natuurlijk weer gaan verslepen. Ik kan hem groter maken, ik kan hem kleiner maken. Ik kan hem ook gewoon helemaal gaan verslepen. Ik kan hem ook helemaal verslepen. Dus niet om 1:30, maar om 3 uur moet hij naar de dokter toe en dat duurt tot 4 uur. Nou, op deze manier kan je er dus een beetje mee gaan spelen. Ik denk dat dat nu allemaal wel een beetje duidelijk is. We zetten hem even weer terug naar de komende 4 weken. En dan zit ik even te kijken, maar we zijn er nu allemaal een beetje doorheen gekomen. Nou ja, het verwijderen van een plan item, ja, zegt er eigenlijk allemaal wel voor zich. De status van het project hebben we hier ook inderdaad. En dat was hem denk ik allemaal wel. Ik ben er nu helemaal doorheen gegaan. Ik zal hem nog even bijpakken. Ja, de filters heb ik allemaal uitgelegd. We hebben een project aangemaakt. We hebben een plan item aangemaakt. We hebben een plan item bewerkt. We hebben een plan item gesplitst. Vrije dag hebben we aangemaakt. Oftewel voor de dokter. Kan natuurlijk ook gewoon een vrije dag zijn zoals dat je hebt gezien. Dat was hem dan denk ik wel. Ik hoop dat het voor jullie nu in eerste instantie allemaal even een beetje duidelijk was. Zo gezegd, je krijgt van mij de video, krijg je nog wel weer in je mail. Mochten er nog vragen zijn, je weet de chatfunctie in Bouw 7, weet je te vinden. Schroom alsjeblieft niet om vragen te stellen. En desnoods kijk ik nog een keer met je mee via TeamViewer. En dan bellen we even en dan leg ik je de rest nog even een keer weer opnieuw uit. Maar zorg er in ieder geval voor dat je een beetje gaat spelen hier in de nieuwe medewerkerplanning. Want ik garandeer je, vanaf 1 november gaat medewerkerplanning Classic gaat offline. Dus zorg er alsjeblieft voor dat, dat je er klaar voor bent. Dus mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het heel graag. Rudy die vraagt, dank u, ga je dit vaker doen? En ik neem aan dat je dan bedoelt webinars. Ja, dat is wel de bedoeling. Ik ben nu wel een beetje aan het kijken waar kunnen we wat meer informatie geven eigenlijk voor jullie als gebruikers van Bouw 7. En ik vind het zelf wel heel prettig om dit op deze manier te kunnen doen. En dit is natuurlijk ook altijd weer terug te kijken. Dus ja, Rudy, ik denk wel dat dit vaker gaat gebeuren, ja. Ja, daar ga ik wel vanuit. Zijn er verder nog andere vragen? Is het voor nu voor vandaag in eerste instantie duidelijk? Wil je het eerst even laten bezinken? Kijk eerst even rustig in de medewerkerplanning. En als er vragen zijn, dan weet je het links in het hoekje. Er staat de chatfunctie van Bouw 7. En je weet ons altijd te vinden. Yes? Nou, ik wil jullie in ieder geval allemaal heel erg bedanken voor het meekijken. En dat je mee hebt gedaan met de allereerste Bouw 7 webinar. En tot de volgende keer. Dankjewel.